Yo beste kijkers, leuk dat we kijken naar een nieuwe aflevering van Lost Buildings. Ik zit hier nu even in mijn studio, want we hadden geen intro opgenomen bij de locatie zelf. Dus doe ik dat nu even hier. We gaan nu naar een verlaten huis ergens in België, waar echt alles was achtergelaten. Dus dit wordt mega vet. Hier staat een oude, ja, een hele oude kop eigenlijk. En dan heb je hier nog een lamp. Hier een gastel, hier kookten ze vroeger een eten op. Met een oven om je appeltaart en dat soort dingen in te bakken. Check dit dan. DVD-speler erbij. Prachtig. Met een super grote spiegel. En ja, lampje. Zo'n tafel is nog volledig ingericht. Of volledig, maar gedekt. Deze mensen waren gelovig, volgens mij. Hoekje. Daar hebben wel wat oude schilderijen staan. En ik denk dat die mensen zelf waren, daarom dus op dat schilderij. Kijk, een kind, twee kinderen. Dus ik denk dat dit een foto was van de mensen van vroeger die hier woonden. Ja, hier gaat het inderdaad. Hier nog een prachtige kamer. Met lamp. Open haard of een P.
pelletkachel, ik weet niet wat het was. Ik denk dat deze mensen wel houden van, ja, naaien of zo. Tenminste. En hier stond vroeger een bed, kan je zo zien. Die is helemaal uit elkaar gehaald. Ja. Wat vind jij hier tot nu toe van, Paul? Prima locatie. Ja. We zijn er weer uit. We gaan nu nog even het epische droombeelden voor jullie maken. En dan, ja, zit deze locatie er weer op, of niet, Paul? Ja. Wat vond jij ervan? Ja, Puiken, toffe locatie, mooi. Oud pand. Ja. Al flink wat jaren leeg. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out. Leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.